wat we juist proberen te doen is te werken met materiaal dat binnenkomt dat niet verkoopbaar is. Juist om die afvalberg ook te verminderen. Een trui die jij heel graag aan hebt, maar die bijvoorbeeld te klein is geworden of waar wat vlekken op zitten. Dat je daar van het deel wat jij nog heel fijn vindt, dat je daar een kussentje van maakt. Dat je het bedenkt van een trui is niet alleen maar om te dragen, maar daar kan ik ook iets anders mee doen. Het verschil tussen upcyclen en recyclen is dat er bij upcyclen ook echt waarde aan de producten wordt toegevoegd. Zo kan een product dat eigenlijk zou worden weggegooid, weer verkocht worden in de winkel. Wat voor producten zijn nou echt geschikt om te upcyclen? In principe alles. Je kan dus ook alle kanten op. De kunst is om het te gaan bedenken wat ermee kan. Een fietswiel kan een lamp worden. Of een zaag, oude zaag, dat kan een memobord worden. Dus het omdenken, het creatief bedenken van hey, iets kan ook iets anders zijn. Je kan het zo gek niet bedenken of je kan het upcyclen. Om dat steeds meer te gaan doen, is de Kringloopwinkel op zoek naar creatieve mensen die kunnen omdenken. De eerste vrijwilligers zijn er al druk mee en met succes. Dit is was een oude wollen deken. Echt een hele oude en daar zaten al mottengaatjes in en zo. Dus we konden hem eigenlijk niet meer verkopen. Maar er was nog heel veel deken over, dus daar is deze tas van gemaakt. We hebben de hengsels gebruikt van de andere oude leren tas. Ook de opening. Nou, dan is het weer een prachtige tas geworden. En deze komt dus straks in de winkel te hangen? Nou, deze denk ik niet. Die hou je zelf? Ja. Oké.